dat is nou precies wat we bij natuurkunde, scheikunde techniek willen onderzoeken. Kijken wat er om ons heen gebeurt. Wat er gebeurt met elektriciteit, ontlading. Of wat er bijvoorbeeld gebeurt op het moment dat je een cakecupje loslaat en onderzoekt hoe snel die valt. Of wat er gebeurt op het moment dat je een stuk touw of een snaar laat bewegen onder spanning. En die theoretische kennis, die willen we eigenlijk op een goede manier aanleren. En om die reden hebben we bij CSG De Lage Waard een methode ontwikkeld waarbij leerlingen op systematische wijze problemen leren aanpakken. Of het nu een berekening is of iets waarbij beredeneerd moet worden, stapsgewijs kunnen ze tot een juist antwoord komen. Maar dat niet alleen, het is voor ons ook een brug om te gaan naar het leren doen van onderzoek. Met een vast plan leren leerlingen stapsgewijs hun eigen onderzoek vorm te geven, maar ook uit te voeren. Nou, enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld leerlingen die het hoofdstuk geluid gehanteerd hebben om in de praktijk om te zetten in een 21ste eeuwse muziekdoos. Een instrument wat met behulp van de computer aangestuurd kan worden en wat door middel van hamertjes geluid kan maken. Of leerlingen die verder gaan en onderzoek doen naar het inzetten van een robot ter ontlasting van het zorgpersoneel. Nou, hoe relevant kan het zijn? Of een aantal leerlingen die onderzoek doen naar de gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk. Nou, dat onderzoek was zo grondig dat ze ermee beloond zijn met een studiebeurs voor hun vervolgopleiding. Kortom, op deze manier proberen we binnen CSG De Lage Waard bij de NST-vakken leerlingen op te leiden, zodat ze goed voorbereid naar hun vervolgopleiding kunnen gaan.